van Schiedam. Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. In de wijk West wordt definitief geen betaald parkeren ingevoerd. Wat vindt u daarvan? Volgens mij is het heel erg helder in de uitslag dat voor en tegen behoorlijk dicht bij elkaar liggen. En dat meen je, ja, ik merk dat in discussies met buurtgenoten op straat ook. Mensen zijn wel voor, maar ja, vertrouwen toch de oplossing niet helemaal. En je merkt ook dat heel veel mensen tegen zijn omwille van het feit dat ze niet het vertrouwen in de gemeente hebben dat het geld wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Persoonlijk vind ik het jammer dat het niet wordt ingevoerd, want je ziet hier toch echt wel dat de parkeerdruk heel erg hoog is. En ja, resultaten uit het verleden laten helemaal zien dat betaald parkeren invoeren wel de werking heeft dat er over het algemeen een verlaagde parkeerdruk optreedt. Ik ervaar het niet zelf. Ik rijd geen auto's. Ik ken ook niemand die auto's rijdt. Maar als er zo weinig plek is voor mensen, dan vraag ik me ook af waar moeten ze gaan parkeren. Want dit is een woonwijk, er is maar zoveel plek voor auto's. Ik heb daar niet zoveel van gehoord. Ik moet zeggen, de wijk is tegenwoordig heel erg op zichzelf. Vroeger was dat anders. Dan stonden mensen vaak een praatje buiten te maken. En dat wordt steeds minder, dat merk je wel. Dus dan vang je eigenlijk ook die signalen niet op. Ik heb zelf geen auto. Ik zie natuurlijk wel dat er vaak een hoop auto's staan. En dat je toch, als je wel eens visite krijgt, dat mensen moeite hebben om de auto kwijt te kunnen. Maar ja, verder, eerlijk gezegd niet. Bewoners in de wijk laten weten dat het toch echt wel leeft, die discussie. Maar willen niet altijd voor de camera reageren. Ligt toch her en der wel gevoelig en de meningen zijn verdeeld. We spreken toch echt wel mensen die blij zijn met het resultaat, want wat lost het nou eigenlijk op? En andere mensen zijn kritisch, want het was toch misschien wel de oplossing om de parkeerdruk in de wijk iets wat te verbeteren. Ja, het is hier sowieso al te druk. En ik woon natuurlijk net tegenover de school. Dus dan heb je ook natuurlijk het komen en gaan van ouders die de kinderen ophalen. Dus dan is het wel eens vrij hectisch voor die deur. Maar ja, om nou te zeggen, daar heb ik last van. Je zit binnen en ik eerlijk gezegd niet. Ik zie het wel. Want vooral aan het einde van de dag, dan staat overal alles vol. Er zijn ook heel veel mensen die moeten dan inderdaad een paar straten verderop. Maar mijn vraag is dan, waar moeten ze anders komen te staan? Ik bedoel, we zitten in een woonwijk. Ik denk niet dat de plek is voor een parkeergarage bijvoorbeeld. Nu is het toch wel de conclusie dat er ook geen oplossing dus komt op de korte termijn. Dus die parkeerdruk blijft. Wat betekent dat verder voor deze wijk? Dat mensen rondjes mogen rijden totdat ze een parkeerplek kunnen vinden. En vooral uitwijken naar gebieden buiten deze wijk. En dus ver moeten lopen. En dat is vervelend. Ik heb zelf een kind van 1,2, zeg maar. En als je dan heel erg moet lopen met een kind op je arm. Het is vervelend. Maar goed, ja. Ik had het liever gezien dat er een oplossing kwam. Want nu ligt het een beetje in het midden van, nou ja, dan doen we maar niks. Volgens mij is dat sowieso geen oplossing.